Lauwernet loken. Sorry? Zij hebben het loke Lauwernet. Jullie hebben het liever niet? Nee. Nou, dat doen we het niet. Nee. Maar als u het wel wil, dan zetten we hem gewoon buiten beeld. Ja? 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 Ja, nou. Mij is vol. Nee, maar dat zei je. Nou ja, het zei het net wollen dan. Toen maakt het mij net uit, maar zij zit toch al het lauwe net. Nee. Nou, dan ben zij nog net in beeld, maar joh. Ja, best. Waar ben je op? Hoe ik heet? Ja. Bouwer Rikma, uit Warkum. En waar gaat de reis heen? Berlijn. Berlijn? Ja. Weekend naar Berlijn. Dan haal je nog wel een tochtje van de boeg. Ja, valt mooi. Vanmiddag Zaanoren ben we er, jong Zaanoren. En heb je een bepaald doel daar in Berlijn? Wij gaan er, ja uiteraard. Hè. We hebben het al goed grondig voorbereid. Dus ja, wij gaan de topics bespreken die iedereen zien wel in Berlijn. Ja, ja, ja. De beroemde gebouwen in Oost-Berlijn, neem maar op. Ja, ja. En de place to be van Mr. Kennedy? We staan er bij Checkpoint Charlie. Of, ja, daar gaan we heen. Daar zitten vlakbij in een appartement in het centrum. Weet je zijn uitspraak nog wel? Ja, ik ben in Berliner. Ja, dat is mijn generatie, die weet dat wel, ja. Nou, misschien zijn we dan wel van dezelfde generatie, want ik weet het ook wel. Jawel, maar goed, jij het eigenlijk, ik ga te weten. Dat is een bijzondere uitspraak. Ja. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk hier bij de gemeente Ljouwert. En wat doe je daar? Ik ben hoofd van de afdeling interne dienstverlening. Dat zou je misschien net zo volgen, maar daar heb je automatisering bij. En het facilitaire bedrouw, hè, de bodems en het, de koffie. Ja, en het schermen uitzien en de catering, neem maar op. Ja. En ben je er nou eens een beetje een computerman dan? Ja, ik ben er verantwoordelijk voor, maar vreeg je mij net om problemen op te lasten. Want daar ben ik oren volle batterie. Ja. Ja. Okay. Maar ik ben wel verantwoordelijk voor het geheel, dus steeds maar. Ja. Nou ja, dan ga je een grote club onder je. Ja, de gemeente Ljouwert is een grote gemeente. En daar werk je een soort meisje, dus je moet elke dag beginnen ze maar een computer om te zetten. Dan met het spul het wordt wel. Ja, ja. Ja, maar niet alleen voor de ambtenaren, maar ook voor de burgers. Hè. Ja. Burgers gaan ik steeds meer via internet, de gemeente benaderen, via de website. Het wordt steeds digitaler. Hè. Wij nemen dat e-government, maar dat is de digitale communicatie met de burger. Ja. Steeds belangrijker, de dienstverlening. Nou ja, ik ben net zo digitaal online, maar ik wens jou een protte willen in Berlijn. Ja, nou dankjewel. Dankjewel voor het gesprek.